Ja, want jij hebt avonturen beleefd, of niet? Ik ben naar Freiburg geweest. In Duitsland, in het Schwarzwald. Ah, waar je het in Wasstraat nummer 15 over had. Nee, nummer 17. Ja? Ja, ik geloof het wel. Dat ja. zou kunnen. Ja. Naar het Smashing Conference. Eerste congres wat georganiseerd was door Smashing Magazine. Maar dit is echt een maiden voyage of zoiets. Een eerste keer? Ja, een eerste keer. En het was tof. Erg, erg goed. Ja? Ja. Waarom? Nou, inhoudelijk supergoed. Mijn interesses, dus designers en front-end developers van het hoogste wereldniveau, die daar kwamen vertellen, ja. Hun inzichten kwamen vertellen, was echt heel erg goed. Oké. Highlights? Het was een gevarieerd programma, dus er waren verhalen over typografie, nogal wat typografie, was erg interessant. Oké. De ontwerper van IA Writer bijvoorbeeld, van Information Architects. Oh ja, oh, dat is een hele fijne writer. Ik ben inmiddels ook om. Ja, dat, nou ja, het leren super eigenlijk. Slimme kerel. Hele strenge designer. Die echt, is die Duitser toevallig? Zwitser. Zo typografen. Ja, echt. Ja, heel strikt over hoe dingen moeten. Maar wel vriendelijk op. Hij had hij heeft allemaal kleine dingetjes bedacht waardoor een teksteditor, waarom die beter is. Ja. Hoe die beter wordt. Oké. Dus hij heeft focused writing. Dus je hebt de focus mode in dat programma waarbij alleen de zin die je aan het schrijven bent, ja. Of alleen ja, die zin dat die gehighlight is en de rest is wat geblurred. Ah, oké. Dus dat je echt puur kunt focussen. Dus het is een teksteditor, hè? Het is een teksteditor. Voor Mac en voor de iPad en voor de iPhone? Ja. Cool. En hij heeft een blauwe knipperende cursor in plaats van een zwarte cursor. Mm-hmm. Je kan niks aan de font-instellingen veranderen. Hij heeft een eigen font ontworpen, wat het ideale font is om te schrijven volgens hem. Ja. En de ideale fontgrootte heeft hij zelf besloten van het moet zo groot zijn. Oh, wauw. En daar kan je niks over zeggen. Je kan dat niet veranderen. Wow. En wat ik daar mooi aan vond, want hij legde uit waarom dat was. Wat er heel mooi aan was, was dat hij zei, uit onderzoek blijkt dat als mensen iets kunnen doen aan de teksteditor, aan de instellingen van de teksteditor, ja. dat ze dat ook gaan doen. Ja. En dus dat ze 50% van de tijd dat ze eigenlijk zouden moeten schrijven, besteden ze aan. Ik wil dit toch misschien Arial. Ja, ze zijn aan het klooien. Ze richten zich niet op de tekst. Ja, precies. Ah, oké. Dat is meteen ook wat ik heel erg heb tegen rich text editors op het web in CMS'en. Ja. Mensen gaan zich bezighouden met dingen opmaken. Waar ze zich niet mee moeten bezighouden. Met opmaken. Ja, je hebt het dan ook voornamelijk over WYSIWYG editors of ook over WYSIWYM? Hij had het in dit geval over Word. Ja. WYSIWYM in die zin is what you see is what you mean. Natuurlijk, dat heeft hij, doet hij door Markdown te ondersteunen. Ja, precies. Dus ja. Markdown wordt een soort van taaltje met sterretjes en underscores. Ja, waardoor je wel headingstructuren kunt aangeven en lijstjes kunt aangeven. Het is eenvoudig te converteren naar allemaal verschillende bestandsformaten. Mm-hmm. Dus je kan het als HTML opslaan, maar je kan het natuurlijk ook als een docx bestand wellicht exporteren. Ah, okay. Of een RTF bestand. Dus dat zijn. Maar het is dus output agnostisch, dat is het mooie eraan. Juist. Het is erg. Dat was een hele mooie, vond ik een erg mooi verhaal.